Toen deze dakloze man zijn ware identiteit onthulde aan de vrouw die zijn vriendin werd, werd hij een beroemdheid. Op 1 april 1964 werd door een staatsgreep van de Braziliaanse strijdkrachten tegen president João Goulart een militair bewind in het land gevestigd. Deze dictatuur duurde doorheen de jaren 70, 21 jaar om precies te zijn, tot 15 maart 1985. Deze periode van militaire repressie dwong ook veel mensen in de dakloosheid. Een van hen is Raimundo. Hij werd geboren op 1 augustus 1938 in de stad Piacá, die in de binnenlandse deelstaat Goiás ligt. In zijn tienerjaren werkte hij als tuinman en boekenhandelaar. Net als veel mensen op deze leeftijd wilde hij zijn dromen najagen. Hoe kon hij dat beter doen dan te verhuizen van het platteland waar hij geboren was naar de dichtstbevolkte en rijkste staat van Brazilië? In 1961 verhuisde hij naar São Paulo toen hij 23 jaar was, maar de economische situatie van het land dwong hem op straat te leven. De jonge man had één doel en verlangen. Hij wilde een gepubliceerd schrijver worden. En, ondanks zijn benarde situatie, gaf Raimundo zijn dromen om schrijver te worden nooit op. Niets maakt hem gelukkiger dan zijn hart op een bladzijde uit te storten. Dus, hoe hield hij zijn dromen levend, ondanks het feit dat hij geen dak boven zijn hoofd had? Hij verzamelde wat hij maar kon aan papier en zat elke dag op dezelfde plek, zijn eiland zoals hij het noemde. De dakloze man gebruikte elk materiaal dat hij kon vinden om elke dag te schrijven en scherpte zo zijn vaardigheden als dichter en filosoof aan. Stel je eens voor hoe vreemd dit geweest moet zijn. Een man die op straat leefde, maar in plaats van de dag door te brengen met het bedelen om geld om zichzelf te voeden, pakte hij pen en papier. Voor Raimundo was het schrijven het enige dat telde. Het stelde hem in staat aan de wereld om hem heen te ontsnappen en op zijn eiland te zijn. Raimundo was vrij populair in de straten van de drukke stad. Hij woonde er al meer dan 30 jaar en niet alleen op één plaats. Deze schrijver had op 14 verschillende plaatsen op straat gewoond. Hij hoorde bij de straten van São Paulo en was daar één van de populaire figuren. Maar niemand besteedde aandacht aan hem. Ze liepen hem gewoon elke dag voorbij en hij besteedde ook nooit aandacht aan hen. In plaats daarvan was hij gericht op het belangrijke werk dat hij had, de bladzijde die hij met zijn woorden moest vullen. Hoe meer hij schreef, hoe meer de wereld om hem heen verdween. Hoewel hij hoopte en wilde dat de mensen zijn werk zouden zien, rekende hij er niet op. Hij zei, hoop is het zwaarste gewicht dat de mens kan dragen. Het is de ondergang van de idealist. In die tijd was hoop alles wat ik had. Ik wilde alleen maar dat iemand mijn werk, wat ik geschreven had, kon zien. Elke dag moest ik met deze gedachte worstelen. Ik dacht niet dat iemand geïnteresseerd zou zijn, maar ik kon ook niet zonder hoop leven. Zonder dat ben ik een dode man. Het was alsof je in twee tegengestelde richtingen getrokken werd. Maar ik wist ook dat ik nooit kon stoppen met schrijven. Die optie kon ik helemaal niet overwegen. Als ik niet schrijf, ben ik niets. Dan ben ik leeg. Zoveel betekende schrijven voor Raimundo en hij wijdde er elke dag van zijn leven aan. Maar hij werd ook oud en rondtrekken was geen optie meer. Hij moest genoegen nemen met één plek. En dat was toen hij een plekje vond in het midden van de Pedroso de Moraes Avenue. Het is mijn eiland. Ik weet niet zeker hoe ik daar terecht kwam, maar het was gewoon perfect en het had alles wat ik nodig had. Hier vond ik het gemakkelijker om te schrijven, want de woorden kwamen gewoon. De Braziliaan woonde bijna 19 jaar op dit eiland. Hier creëerde hij zijn beste korte verhalen en gedichten. Zou het niet mooi zijn als iemand het resultaat van de creativiteit van Raimundo te zien kreeg? Misschien kwam daar verandering in. Een van de personen die gebruik maakte van de straat waar de man op woonde, was Shala Montero. Shala is afgestudeerd aan de New York Stern School of Business. Was net een paar maanden terug in Brazilië verhuisd, in de hoop samen met haar man een bedrijf en een gezin te stichten. Haar gezin woonde op Alto de Pinheiros, een wijk vlakbij het eiland van de daklozen. Op 25 mei 2011 maakte zij en haar man, Ignacio, een wandeling om de tuinen van haar streek te bekijken. Dit was toen ze een man zagen zitten te midden van een hoop plastic zakken. De man zag er ongeschoren en onverzorgd uit, maar dat was niet wat haar nieuwsgierigheid wekte. Shala verklaarde dat hij, ondanks alles wat er om hem heen gebeurde, zelfs de auto's die op deze drukke weg langzaam zoemden, op iets anders gefocust was. Dit was wat Shala opviel. Ze besefte dat hij opging in wat hij aan het schrijven was. Wat kon een dakloze man aan het schrijven zijn? Waarom is het zo belangrijk dat niets anders hem stoorde? Dit waren de vragen die door haar hoofd raasden. Ze zei, het was alsof ik naar iemand keek met een verlichte hogere geest. Ik voelde dat ik achter hem aan moest gaan en hem moest leren kennen. Ze kon echter niet rechtstreeks naar hem toe lopen, want zij en haar partner waren ergens anders naartoe aan het gaan. En ze voelde ook dat Raimundo het erg druk had, dus ze wilde hem niet afleiden. Niettemin kon ze de rest van de dag niet ophouden aan de man op straat te denken.
Het beeld van hem die schreef alsof zijn leven ervan afhing, bleef in haar hoofd hangen en ze kon het niet van zich afschudden. Ze sprak er met haar man over en 2 dagen later maakte ze opnieuw een wandeling. Deze keer was het doel de man te ontmoeten die daar woonde. Ignacio zei, mijn vrouw is erg volhardend en ze zei dat de band die ze met hem voelde heel sterk was. Ze heeft er altijd van gehouden nieuwe mensen te ontmoeten. Ik was dus niet verbaasd. Shala liep naar hem toe en groette hem. Tot haar verrassing was Raimundo erg meegaand. Ik vertraagde en naderde hem, heel langzaam, en dat was het moment waarop onze blikken elkaar ontmoetten. Zijn gebaar was er een van gastvrijheid, het toestaan van mijn toenadering. En toen vroeg hij me of ik een papiertje wilde. Ze nam het papiertje aan, want ze zag het als een uitnodiging tot zijn wereld. Als een sleutel van een portaal die haar toegang gaf om te weten te komen wie deze schrijver was. Hij overhandigde haar een ander briefje waarop hij zijn naam schreef. Shala stelde zich toen ook aan hem voor. Mijn naam is Shala. Ik kwam een paar dagen geleden langs u en ik wilde u graag ontmoeten. Ik ben blij dat ik deze kans krijg. Ze begon de details om hem heen te observeren. De jonge vrouw besefte dat hij gekleed was in plastic zakken en dat alles om hem heen van hetzelfde materiaal gemaakt was. Ze merkte ook op dat hij een kleine hut had die ook van plastic zakken gemaakt was. Ze spraken urenlang en Shala verklaart dat het geen toevallige ontmoeting was, maar een zielsontmoeting. Raimundo deelde zijn levensverhaal met zijn nieuwe vriendin en zij bezocht hem van tijd tot tijd. Shala werd het kanaal waardoor zijn dromen uitkwamen. Ze maakte een Facebookpagina aan en vertelde zijn verhaal en deelde ook enkele van zijn gedichten. Duizenden mensen vonden de gedichten van Raimundo prachtig en begonnen zijn pagina te volgen. Ik vroeg hem of ik de gedichten mocht plaatsen en hij was er enthousiast over. Maar hij was nog blijer toen ik hem de commentaren liet zien en wat de mensen over zijn werk zeiden. Zijn gezicht lichtte op en ik had hem nog nooit zo blij gezien. Zijn harde werk en toewijding wierpen hun vruchten af. Het is een goede en bijzondere schrijver en ik ben er trots op dat ik hem geholpen heb zijn gaven te delen. Een van de volgers van de Facebookpagina van Raimundo realiseerde zich dat zijn gezicht hem erg bekend voorkwam. Zijn lang verloren broer herkende hem door de foto's die op het internet waren geplaatst. Is dat niet verbazingwekkend? Hij nam onmiddellijk contact op met de schrijver en na 35 jaar verliet Raimundo de straat en trok bij zijn broer in. Maar de wonderen hielden daar niet op. Een uitgeverij stemde erin toe zijn gedichten te publiceren en hem de kans te geven er geld mee te verdienen. Raimundo huilde tranen van geluk toen hij dit vernam. Zijn dromen waren eindelijk uitgekomen en hij leefde nog om alles mee te maken. Raimundo overleed om 5:45 op 22 december 2020. De schrijver werd 83 jaar oud. En ik ben gewoon blij dat hij alles kreeg wat hij wilde en dat zijn gave gewaardeerd werd en met de wereld gedeeld. Wat vind jij van het verhaal van Raimundo? Tot de volgende keer!